iedereen. Vandaag neem ik jullie mee op de tweede Pasen. Hier is het jaarmarkt Irebas Münster. Dus geniet er maar van. Dan zal ik jou laten zien wat hier allemaal te doen is. Zoals je kunt zien is het nu jaarmarkt. U ziet daar allemaal kraampjes. En zwiet ga je de kermis zien. Hier zie je nog allemaal kraampjes. Zie je? Allemaal verschillende. Eigenlijk vind ik dit hier wel leuk. Ik ga elk jaar opnieuw, als het tweede Pasen is, kom ik hier veel. Dus eigenlijk is dat al iets dat ik altijd gewoon ben. Dus zo zie je ook hoe Wasmünster eruit ziet. Vinden jullie dit een gezellige streek? Laat het dan zeker weten hieronder hier in de comments. Dat zou heel leuk zijn. Zoals u ziet zitten we nu op de Vierschaar. Hier langs deze kant, als je naar daar gaat, ga je zo de kermis zien. Waar ik als kind erop gezeten heb. Dus blijf kijken, dan zie je meer. Misschien zie je hier ook allemaal nog martjes en zo van die dingen. Hier loop ik echt heel graag. Kijk, hier begint het al, de kermis. Zo kunnen jullie ook eens zien dat hier de tweede Pasen altijd kermis is. Dus ik ga jou wel nog wat meer laten zien. Dus volg mij maar lekker mee. Zo, als hier kan je gaan. Hier zie je al een deel van de kermis. Ja, het is niet zo'n grote kermis dan ergens anders, maar het is wel gezellig. Okay. Dit is ons kermisje. Heel gezellig. U hebt touwtje trekken. Is heel plezant. Dan heb je hier nog het casino, waar je die bakken hebt, waar ik vroeger veel gedaan heb. Dan heb je hier ballen werpen. Daar heb je de body shaker. Hier heb je nog een soort casino. En dan daar heb je de autoscooter, zogezegd de botsautootjes. En dan heb je hier nog een schietkraam. Zo ging er van achter, maar dat zal je wel eens zien, dat is het park. Zo. En als je naar daar gaat, heb je terug allemaal kraampjes. Kijk, en hier de vissen, Ginter, kan je vissen. Zo. Tot daar zijn ook allemaal nog kraampjes, eenmaal van achter. Hier heb je leuke chapossen, hele mooie met allemaal dieren op. Heel plezant. Wat het hier ook leuk aan is, dat je niet rap uit bent gekeken. Hier kun je heel lang wandelen. Hier zijn veel verschillende kraampjes. Dus, zou ik zeggen, kijk maar lekker mee hoe het hier is. Dus hier heb je ook zo'n straatje. Als je hierin gaat, heb je het POC. Het POC is een soort taverne waar je kan drinken. Dat de tweede Pasen altijd open is. Misschien is dat nog meer open. Kijk, dus ik ga iets even naar daar. Dat is een soort, ja, een tavernetje, lekker wat ik zeg, voor te drinken. Dus hier kan je dus binnen zitten. Je kan ook buiten zitten, want het is nu lekker mooi weer. Dus u ziet allemaal, de mensen zitten hier lekker te genieten van het zonnetje. Zo, en daar zitten ook allemaal nog mensen, dus. Kijk, hier heb je ook allemaal nog kraampjes. Daar was de Roodkapjes, waar ik vroeger nog ben geweest. Zo. U ziet,
U kan overal lekker genieten van de rommelmarktje. Ik vind het super, super leuk. Dat is niet echt zin. Dus elk jaar opnieuw ga je mij zien hier erbij lopen. Hallo. Ik kom bij zien. Hi. Ik was juist aan het vloggen. Ah. Ja. Ik dacht, ik ga eens een vlog maken over Wasmunster hier, over de jaarmarkt. Je hebt een groot gelijk. Dus ja. Ik heb zo alles gedaan, de dingen, de kermis en zo. Ah, ja. Nou, dat heb ik een kist te doen. Ah ja. Je staat hier wel goed, hè? Hoe lomp ze het dan? Ja, ik geloof het. Ah, ja. Ik heb dat ook nog gedaan, zo op de rommelmarkt gestaan. Ik vond dat leuk, als zo dingen verkopen en zo. Ja, stof. Een extraatje. Ja, inderdaad. Ik wil zeggen, oh, je goed. En... Ja, jij ook, hè. Jij heeft dan nog wat geweest. Ja, dank u. Jij ook, hè. Ah ja, we zitten hier. Oké. Dus je ziet, hier zijn ook allemaal nog kraampjes. Allee, ja, ik zeg er kraampjes tegen. Dat is eigenlijk op zich ook wel goed. Dus. Dus je ziet, je zult denken van, is dat al? Nee. We hebben nog om lekker te genieten van de kraampjes. Zo. Dan zien jullie ook eens hoe Wasmunster eruit ziet. Het is op zich ook wel eens leuk om kennis te maken met mijn dorp. Dus. Dan kunnen jullie ook zien hoe dit hier uitziet. En hoe gezellig. Zoals u ziet zitten we nu op een school waar ook allemaal kraampjes staan. Die hier elk jaar opnieuw komen te staan. Dus eigenlijk op zich vind ik dit wel plezant. Dus elk jaar opnieuw kom ik hier eens langs om te kijken. Dus, zou ik zeggen, kijk maar lekker mee wat we hier allemaal zien. Is het bij iemand ook jaarmarkt op Tweede Pasen? Laat het mij gerust weten hieronder in de comments. Alle reacties zijn welkom. Zo. Kijk, hier ook allemaal. Daar staan ze terug met de autootjes. De vorige keer, toen ik hier was, vorig jaar dus, stonden ze hier ook met een hele rij autootjes. Dus, eigenlijk op zich wel leuk. Voor mensen die van autootjes houden. Voor hun kinderen of zo. Hier heb je zo nog van die kleine speeltjes voor de kinderen. Boeken. Alle soorten categorieën heb je hier. Zo. En je kan ook nog naar daar en je kan ook naar hinter. Info@levensloop.be. Een initiatief van Stichting tegen Kanker. Ook nog wel wat. Begint er ook nog. Voilà. En nu gaan we naar beneden en gaan we naar daar. En ziet jullie ons zo dadelijk. Tot straks. Zoals je ziet heb je hier ook allemaal nog kraampjes. Zo. En zo meteen kom je terug uit aan de Vierschaar. Waar ik jou heb getoond. Dus zou ik zeggen, kijk maar lekker verder. Zo, dan kom je hieruit. Hier heb je dan ook allemaal leuke dingetjes. Boeken. Mensen die graag strips lezen. Filmpjes kijken. Dus u hebt heel veel grief. Hij zegt van, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik hebben. Wat je vroeger nog had, dat je niet meer vindt, dat heb je misschien terug. Zo.
Dus u ziet, u hebt toch wel heel wat af te kijken naar kraampjes. Dus ik zou zeggen, als het jaarmarkt is volgend jaar, kom gerust dan eens langs en geniet ervan. Hier zie je allemaal nog kraampjes waar je kunt eten. Zo, dit was mijn schooltje vroeger. Hier heb ik vroeger nog op school gezeten, als ik nog heel klein was. En hier heb je ook allemaal nog kraampjes. Waar je leuk kunt winkelen, zou ik zeggen. Zo. Dus ik zou zeggen, u hebt hier van alles waar je zin in hebt. Bijvoorbeeld odog of een braadworst. U kunt kiezen wat je wilt eten. Ofwel een hamburger. Dus u ziet, hier hebben ze ook alles. Ook nog allemaal kraampjes met kleding. En handtassen. Zo. Hier zijn nog allemaal mooie sandalen. Zo. Hier heb je ook nog allemaal kraampjes. Dus zo. Hier kan je nog een lekkere wafel eten. Zo. Hier ook allemaal nog. En zo meteen ga je de kerk zien. Je ziet het nu al eigenlijk. Dus hier heb je ook allemaal nog van alles wat je kunt kopen en zo. Hier heb je weer lekkere dingetjes. Zo. Hier leuke chakossen, Fluffy. Zo. Dus je ziet veel, veel, veel te bekijken, hè. Aan het barbecuen. Zo. Hier heb je onze kerk van Wasmunster. Zo hebben jullie dat ook al gezien. Handtassen. Dus veel keuze, mensen. Hier heb je ook zo waar je muziek kunt kopen, CD's en zo. En hier heb je allemaal leuke diertjes.
Ziezo. Vonden jullie deze video superleuk? Geef dan zeker 2 dikke duimen omhoog. Vergeet mij niet te abonneren op mijn kanaal en op het belletje te klikken. Dag!